Welkom bij de tweede aflevering van de Bolle Boffenbokaal. We zijn bij VOC, de grootste amateurclub van Rotterdam. We staan sinds 1895. Een oude, deftige club wordt wel gezegd in het Rotterdamse. En het is natuurlijk ook de club van de cricket. Afgelopen zomer voor de 11e keer landskampioen. Een prachtige prestatie. En het is ook de club waar Ed de Goeie, onze Bolle Boffenkeeper, de opvolger dus van Pim Doesburg, weten we sinds vorige week, zijn uurtje slijt als keeperstrainer. Hij probeert hier de aanstormende jeugd de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Moeten we eerder vallen. En hier. Het is een doodzonde om de kantine van VOC ook daadwerkelijk kantine te noemen, want dat heet hier clubhuis. En een heel speciaal hoekje in dit clubhuis is gereserveerd voor meester Kees Verhaar. En meester, omdat we hem natuurlijk kennen als spiritueel leider van het kinderkoor Prettig Weekend. Waar is Kees? Kees hoort eigenlijk aan het werk te zijn. Hé, kijk, daar is hij zeg. Wat leuk om je te zien, Kees. Had ik niet op gerekend. Nee, hè? Leuk. Jij bent hier vrijwilliger in deze shop om een en ander te verkopen aan VOC-attributen. Hoe lopen de, logisch, want we zijn hier voor de Bolle Boffen, hoe lopen de kippenstenu's? Ja, de keeperstenu's gaan altijd zeker in het begin van het seizoen keihard. Kijk, ik heb er genoeg hangen. Jouw drie jongens zijn hier voetballend opgegroeid. Dat was een goede beslissing van mij om ze hier op te doen. Deze club, ja, met z'n drieën, dat was voor een vader is dat het mooiste om mee te maken. Dat ze alle drie hetzelfde team spelen en ook nog succes behalen. En dan zijn ze helemaal daarna uitgewaaierd over de Rotterdamse velden. Wessel en Felix bij TPP Feyenoord en Thomas ging naar Sparta. Maar dat was ook een feest voor jou in het begin. Ja, in het begin. In het begin was het een enorm feest, nu iets minder. Maar ze komen hier wel weer terug ooit. Maar wat Thomas nu overkomt is natuurlijk wel jammer. Ja. Even tussen jou en mij gezegd en gezwegen, want niemand kijkt of luistert mee. Wat zou je hem nou echt adviseren? Zo snel mogelijk toch ergens anders gaan voetballen of toch wachten nog op zijn kans? Het liefste zie ik dat hij hier nog een kans krijgt. Ja. Adviseren kan ik hem niet, dat moet hij zelf weten. Hij moet zelf weten wat hij wil. Want VOC zit in zijn hart, maar Sparta eigenlijk ook. Hè? Precies, dus dat zie ik toch wel het allerliefste. En hij ook. Dus wij wachten nog even op. Misschien als hij er drie inschiet vandaag, dat ze toch denken, nou... Drie penalties, ja. Uiteraard. Ja, dan komt een vrezen vanzelf over de brug. Nee, dan komt het allemaal goed. Thomas Verhaar is terug op voor hem gewijde grond. Ik zag hem ook de dinsdag nadat hij met Sparta gedegradeerd was tegen Emmen, ook hier weer rond banjeren met zijn vrienden. Lekker even voetballen. Doe je dat altijd, Tom? Even van de stress bijkomen hier? Ja, eigenlijk iedere zomer. Dus ook nadat we kampioen waren geworden, doe ik het eigenlijk altijd. En dat is mooi met mijn oude vrienden. Een goede vriend van mij die is hier keeper, Michiel Vis. En het waren altijd mooie duels, dus die mis ik nog wel eens. Hoe gaat het met je? Want het is een beetje raar, die voetballerij. Op het ene moment word je het kasteel rond gedragen als de grote held. En dan vervolgens moet je hier de supporters van het lijf slaan, omdat ze niet tevreden zijn. Ja, het is een bekend verhaal. Hè. In het voetbal ben je op het ene moment de held en op het andere moment kunnen ze je bloed wel drinken. Maar ja, het gaat goed. Ik geniet van mijn leven als betaald voetballer. Of ik nu echt gelukkig ben bij Sparta, dat is een ander verhaal. Ik had mijn rol graag anders gezien, maar het seizoen is nog lang, dus wacht op mijn kans. Kan je nog een penalty nemen? Ja, ik heb de keeper net gezien en ik heb de penalties van Henk van Stee vorige week gezien. Ik heb wel de verwachting dat ik het beter kan doen dan hoe hij het gedaan heeft. Dan moet ik natuurlijk niet te stoer gaan lopen doen voordat ik ze heb genomen, maar ik denk dat het wel goed komt. En hoeveel gaan de jongens van VOC er maken? Want ze krijgen hier altijd een gedegen voetbalopleiding. Dus ja. Jij bent hier zelf opgeleid. Dus op hoeveel schat je ze van de 15? Toch minimaal 10. Ja, VOC heeft kosten nog kijkers gespaard, maar Ed heeft een probleem met deze speciale locatie die ze hebben aangericht om de penalties te gaan nemen. Want volgens jou klopt het niet helemaal? Nee, volgens mij is het geen 11 meter. Dus ik denk dat er eventjes goed naar gekeken moet worden. Want, het komt goed uit, want we hebben een scheidsrechter bij ons. Joe, ga jij de passen doen? Ik ga de passen doen, maar niet die passen van Ed. Want Ed heeft natuurlijk passen, er komt hem op 13 meter uit. Ik bedoel, met het grote lijf van hem. Dus we gaan zo eens even kijken. En correct gaan we dat herstructureren. Indien gewenst. Zet hem op. Nou, echt niet. Dat klopt echt niet. Dat zijn geen meters. Dat zijn halve metertjes. Dan ga ik het doen, ja. Nou, de psychologische oorlogsvoering is begonnen voor de Bolle Boffenbokaal, aflevering 2.
Ja, die had hij ook gewoon aan kunnen nemen, volgens mij. Hij gaat wel even aan welke hoek die ging nemen. Ja, ja, ja. Ed heeft de penalty stip ook onder handen genomen, of niet? Voordat die hier kwam. Ja. Ja! Oh. Zo! Ja. Van de andere hoek en dan hoog, hè? Ja, eerst hoog, laag rechts. Ja. Dit is een specialist. Zo! 2-2. Dat is ook 2-2. Ja, die is goed, hè? Sparta stond op 6, jongens. Jullie staan ook op 6. Gefocust, hè? Oh, dat is jammer. Hij meet ze passen goed af. Ja, 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 ja. 7. Ja. 8 keer, jongens. Het zit me toch niet lekker dat hij de 3 gescoord heeft. Dus succes straks met trainen, jongen. Ben je bang nu? Nee, hoor. En dus hebben we nu het eerste serieuze tussenklassement van de Bolleboffenbokaal. Met op de eerste plaats VOC met 8 treffers, gevolgd dus door Sparta. Schieten voor het weerstandsfonds dus, wat we zo dadelijk gaan doen met Thomas Vaar. En, iedereen begint zich toch langzamerhand eigenlijk af te vragen, waar staat dat weerstandsfonds nou eigenlijk voor? En die vraag stellen we dus ook aan Tom van Loon, bestuurslid van het fonds. Zeg het maar. Nou ja, ik doe het altijd een beetje eenvoudig uitleggen. We hebben een paraplu en als daar gaten in zitten, zeg maar, dan worden we nat. Dus die paraplu beschermt ons niet tegen de regen. En zo is het eigenlijk ook met ons lichaam. Het immuunsysteem, als die niet goed werkt, dan worden we ziek. En die ziekte, dat kan zijn van griep, maar dat kan ook tot kanker toe. En het Weerstandsfonds steunt dus onderzoek naar ons immuunsysteem om de kennis groter te maken. En wil investeren in innovatieve technologieën om ons te weren tegen de bacteriën en de virussen die er aankomen. Steeds meer resistentie. Eigenlijk vreemd, hè? De spelers schieten hier voor het goede doel, een penalty. Maar ze moeten eigenlijk missen om meer geld op te brengen. We kunnen het ook naar de andere kant kijken. Wij zeggen altijd, verdedig mee. En zoals wij de ziektes proberen tegen te houden, moet Ed de Goeie in dit geval de penalties tegenhouden. Hij lag niet stil, scheids. Hij lag niet stil. Dit is vader van haar die zich ermee gaat bemoeien. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ja, die hebben toch een penalty van Vaar gestopt. Ah, nou ja, de eerste denk ik gaat voluit. En gelukkig schoot hij in de goede hoek, dus lekker gedaan. En dan ga jij natuurlijk zeggen dat je expres die hoek nam. Nee, hij heeft het goed gedaan. Ik jaag ze graag op kosten hier zo. Vroeger deed ik door iedere wedstrijd gele kaart te pakken voor praten. En nu op deze manier. Ja, laat ze traditioneren. Precies, precies. En dat brengt ons bij het einde van deze tweede aflevering van de Bolleboffenbokaal. Weer €1250 verdiend voor het goede doel. En u weet het, als u zelf ook de aandrang krijgt om te willen schieten op Ed de Goeie, meld het gerust via info@reur.nl. En ook geïnteresseerde clubs kunnen daar naartoe mailen. Er zijn nog altijd een paar plekjes vrij. We zijn er volgende week weer. Dan zijn we bij Alexandria 66 met niemand minder dan Jan Boskamp. Dus heel graag tot volgende week.